Het zijn mooie weken voor Jong PSV. Afgelopen week won het nog met 5-1 van FC Den Bosch. En afgelopen vrijdag speelde het voor bijna 11.000 mensen in het Parkstad Limburg Stadion tegen topper uit de Jupiler League, Roda JC. U zag de eerste kans, die was voor Johan Plat, maar hij schiet de bal over het doel van Jesse Bertrams. Roda, de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase. Dit is Frank de Moesje. Een bak ervaring brengt hij natuurlijk met zich mee. Maar ook hij krijgt de bal niet achter Jesse Bertrams. Weer Roda. En weer is het gevaarlijk. En weer ziet Jesse Bertrams daar Frank de Moesje voor zich opduiken. Koch in duel met de Moesje. En wat gebeurt daar? Duwtje van Koch. Licht contact met de voeten tussen beide spelers. Maar scheidsrechter Perez vindt het niet voldoende voor een overtreding. Dit is Henk Dijkhuizen, de rechtsback. Met de voorzet op Frank de Moesje. Maar weer is daar Bertrams. En zo zijn de kansen in de openingsfase voor de thuisploeg. Roda degradeerde vorig jaar uit de Eredivisie. Is favoriet voor de titel. En het kan zich dus niet veroorloven om punten te verspelen tegen Jong PSV. Daar komen ze weer, de Limburgers. William Pluijn gaat daar voorbij. Augustine Loof, die zijn debuut maakt in de basis bij Jong PSV. En heeft hier een overtreding nodig. Krijgt ook geel van Perez. En dan zijn er slechts 16 minuten gevoetbald. Maar het is overleven voor Jong PSV in die openingsfase. Vrije trap. En daar de 1-0 gemaakt door Henk Dijkhuizen. En het is een cliché om te zeggen, maar het doelpunt hing in de lucht. En het valt na 17 minuten voetballen. Het is Farshad Noor die niet aan de bal komt. Dijkhuizen wel. En dus de 1-0 voor Roda JC. En die ploeg blijft kansen creëren. Weer via Frank de Moesje. Een voorzet was van deze man, Tom van Hiefte. Rommens, sterk. Het is Farshad Noor. Rahi. Uitblinker tegen FC Den Bosch. Dit is een goed paasje op Rommens. Rommens terug en dit lijkt toch een hensbal. Rommens is eigenlijk de enige die protesteert. Guy Ramos met de hand naar de bal. Perez wil er niet aan. En ja, het is ongelukkig. Hier hoef je geen strafschop voor te geven. Goed beoordeeld dus door Perez. Opnieuw Roda met een vrije trap. En ook Roda wil een strafschop, maar Perez wil er ook hier niet aan. Er wordt natuurlijk wat geduwd, wat getrokken bij dit soort momenten. Heesakkers is de man. Ja, en ook dit. Het is te licht voor een strafschop. In de tweede helft. De stand nog altijd maar 1-0. En dus blijven er mogelijkheden voor Jong PSV. Maar dan moet het wel op blijven letten. En dat doet Jesse Bertrams hier. Hoekschop. Weer een kans voor Roda. En de bal uit de doelmond weggewerkt door Clint Leemans. Maar de druk van Roda blijft enorm. Weer een hoekschop. Bertrams met één vuist. De bal nog niet helemaal weg. En wat een grote kans daar voor Henk Dijkhuizen opnieuw. Scoorde dus al in de eerste helft. Deze leek toch wat makkelijker. Maar PSV komt goed weg. Het overleeft opnieuw een aanvalsgolf van Roda JC. Maar daar komen ze weer, de mannen van René Trost. Invaller Heuscher met de voorzet. En de Moesje nog maar eens met een kans. En zo mag het een klein wonder heten dat het nog altijd maar 1-0 staat in het voordeel van Roda. Goede redding van Bertrams. Van Berkel. Met de bal op Heuscher. Ingevallen voorbij Rahi. De voorzet is goed. De kopbal wordt daar van de lijn gehaald door Augustine Loof. Regino Sicilia was de man die kopte. En Loof lette goed op. Wellicht een counter. Mogelijkheid hier voor PSV. Via Kenneth Paal. Ruimte ligt er aan de buitenkant bij Elvio van Overbeek. Van Overbeek met Dijkhuizen tegenover zich. De voorzet van Overbeek en Smiljanić. Hij zorgt voor de 1-1.
10 minuten voor tijd invaller Boris Smiljanić met de gelijkmaker. En dat is toch wel een sensatie. Goede voorzet van Overbeek en Smiljanić helemaal vrij weggelopen bij Bart Biemans. En dan is het voor de spits uit Montenegro een koud kunstje. En kijk eens naar de blijdschap, want dit is toch een goed resultaat. Tenminste, als ze die 1-1 over de streep weten trekken. Want het wordt nog even billen knijpen in de slotfase. Cecilia met de kans. Hij ramt die bal in het zijnet. We zitten dan echt in de dying seconds van de wedstrijd. Nog één kans voor Roda. Het schot. Het gaat naast het doel van Jesse Bertrams. Heuscher was het. Hij schiet. Maar de bal dus naast. Perez fluit af. En PSV kijkt naar Rommens. Kijk hier naar Daraije Kallesic en Twan Schepers. Iedereen is blij. PSV stunt. Het pakt een punt bij Roda. En dit zijn alle andere uitslagen in de Jupiler League van speelronde 9. Roda Jong PSV, u zag het, eindigde dus in 1-1. NEC wint met 2-1 van Almere City en pakt ook de eerste periodetitel. FC Eindhoven wint van RKC Waalwijk en we zien dat Jong Ajax Jong FC Twente ruim verslaat. NEC dus winnaar van de eerste periode. Het staat bovenaan, gevolgd door Volendam en Roda. FC Eindhoven vinden we op plek 4. Jong PSV staat 14e, maar het gat met het linkerrijtje is ontzettend klein. Dit zijn de topscorers van Jong PSV, Alexander Boljevic en Clint Leemans.